Hoi, ik ben Ruben, derdejaars kunstgeschiedenisstudent en ik ga jullie vandaag meenemen naar de tekeningencollectie van het Amsterdam Museum. Tekeningen zijn misschien niet het eerste waar je aan denkt bij kunst, maar zijn dus ontzettend interessant en ook heel erg belangrijk. Tekeningen liggen vaak ten grondslag aan schilderijen en beeldhouwwerken en worden daarom ook wel de vader van alle kunsten genoemd. Nou, laten we maar snel gaan kijken dan. We kijken hier naar een van mijn favoriete tekeningen uit de collectie, een tekening van Pieter Sagedam. Hij was actief aan het eerste helft van de 17e eeuw en zijn expertise lag echt op het gebied van het tekenen en schilderen van kerkinterieurs. En dat zien we ook hier, we zien het kerkinterieur van de Sint-Odulfuskerk in Assen-Delft. De kerk zelf bestaat helaas niet meer, maar was wel heel belangrijk voor Sagedam zelf. Want hij ging hier als kind altijd al heen en zijn vader lag hier begraven. De grafsteen van zijn vader is op deze tekeningen helaas niet te zien, omdat waarschijnlijk de tekening aan de onderkant is afgesneden. Maar in een vergelijkbaar schilderij dat in het Rijksmuseum hangt, is de grafsteen wel heel prominent aanwezig. Sagedam ging heel gestructureerd te werk. Hij signeerde zijn tekeningen bijvoorbeeld tot op de dag. Dat zie je hier ook, den 31 juli 1634. Hij is ook bekend vanwege zijn perfect uitgemeten schilderijen en tekeningen. En dat is ook waarom ik deze zo bijzonder vind, omdat deze dat niet is. Deze is niet perfect uitgemeten, maar gewoon schetsmatig op het papier gezet. En dat komt waarschijnlijk omdat hij deze ter plekke heeft gemaakt. Dat schetst het romantische beeld van een kunstenaar die alleen in een kerk zit te werken.